Dus een aantal weken geleden was er contact inderdaad contact met, uh, met Dordrecht en uh, uh, daar zag ik wel positief tegenop om, uh, om terug te keren en uh, om weer terug te zijn, lekker in Nederland voetballen. Uh, ja, dat is een aantal weken geleden dat dat is gebeurd. Want toen je dat belletje kreeg zat je nog in Kuwait? Uh, ja, ja. En dan was de bedoeling dat uh, ik had even een break om, had uh, om hierheen te komen en, uh, en sindsdien is het een beetje gaan rollen. En, uh, ja, zodoende. Uh, het is eigenlijk heel snel gegaan. En ik heb uh, van de week kunnen aansluiten en, uh, en weer hier lekker kunnen trainen, vol aan de bak. Want uh, wat ook snel is gegaan, jouw overstap van Excelsior naar uh, de club in Kuwait al jawra Al-Jabra, ja, klopt. Ja, nou ja, vrij, uh, vrij snel in de, uh, ja, in de zomer eigenlijk. Uh, was je ineens weg? Was ik ineens weg, ja. Ik kreeg gewoon een hele mooie aanbieding die ik. Uh, op dat moment ja, wilde ik gewoon die niet laten lopen. En uh, ja, dat was gewoon een aanbieding die ik gewoon op dat moment gewoon moest pakken. En dat heb ik gedaan. En het was een heel uh, nieuw avontuur. Ik moest wel goed onderzoeken waar ik naartoe ging. En uh, dat heb ik allemaal goed gedaan. Ik heb me goed laten informeren. En uh, zodoende had ik die keuze gemaakt. En hoe was het? Ja, hele mooie ervaring. Uh, ik kom in een ja, mooi land. Uh, Super warm, qua levensomstandigheden heel super, alles luxe en uh, ik heb een hele mooie tijd daar gehad. Ben je dan ook met je gezin daarheen gegaan of heb je daar alleen gezeten? Nee, ik heb er wel alleen gezeten, dus mentaal was dat wel, uh, ja, was wel uh, moeilijk, zeg maar, omdat ja, je bent toch in een andere cultuur, een Arabisch land, dus uh, sowieso hele andere, andere normen en waarden dan wat wij hier gewend zijn. Maar, uh, ja, het zij zo, ik, ik moest daarmee dealen en uh, je pas je dan aan, aan dat land en aan de mensen. En dus uh, dat is me wel uh, goed uh, gegaan. Zeg maar. En ging je ook om met jongens uh, uit andere landen die wel goed Engels spraken, bijvoorbeeld? En hoe, hoe merkte je dan dat cultuurverschil? Nou ja, uh, bij ons in het team had je inderdaad uh, buitenlandse jongens, voornamelijk uh, twee Braziliaanse jongens waar ik. Uh, ja, met mijn Capverdiaanse achtergrond, dat Portugees uh, mee kon communiceren en praten. En, uh, dat was op zich wel makkelijk. Ook jongens die daar langer zaten. Dus daar pik je dan ook dingen op van uh, het Arabische cultuur. Wat wel en niet kan. Dus uh, dat was op zich wel uh, een pluspunt. Ja, dat je daarmee kon, uh, goed kon communiceren. En trainen met dit soort omstandigheden, uh, denk dat je vooral s'avonds deed. Ja, precies. In het begin, uh, in de zomer, ja, was het 40, 45 graden. Dus overdag... Uh, is het gewoon voornamelijk binnen zitten, erco aan. En uh, dan s'avonds trainen, rond een uurtje of 7, 8. En, uh, maar ja, naarmate uh, dat voordat was, was de temperatuur heerlijk om te trainen. Dus trainen we ook uh, eerder op de dag. Dus, uh, nou ja, qua temperatuur was het in het begin echt wennen. 40, 45 graden. Ik denk dat je dat. Uh, <laughs> je kan het je voorstellen van. Uh, om daarin keihard te trainen is, uh, is lastig. Is was wel zo aanpassen. En hoe was het niveau? Uh, ja, je hebt de, de bovenste ploegen in de competitie. Die deden ook mee met de Aziatische Champions League, meen ik, Aziatische Cup. Op zich is dat wel aardig, en voor de rest, ja, het is, het is, ja waar, ik, ik weet niet of, waar je het mee kan vergelijken. Of het nou uh, Jupiler League of hoofdklasse. Ja, het is moeilijk om uh, daar een, uh, een pijl over te trekken waar je het mee kan vergelijken. Maar als het niet zo financieel aantrekkelijk was geweest, had jij het waarschijnlijk niet gedaan. Dat was wel de hoofdreden geweest. Nee, precies. Kijk, uh, wat ik zeg, uh, op dat moment in de zomer kreeg ik die aanbieding. En dat was financieel, financieel zo, uh, zo aantrekkelijk uh, dat ik die kans gewoon uh, had gepakt. Dus, uh... Waarom heb je na een half jaar besloten om terug te keren? Uh, ja, voornamelijk om weer nu. Uh... Ik wil wel lekker in beeld komen en uh, sportief uh, proberen dat weer op gang te zetten. En, uh, gelukkig uh, heeft Doordrecht mij uh, de, deze springplank gegeven om dat weer uh, te laten zien. Zeg maar. Want je bent ook CaféDis International, daar bleef je wel bij hè? Ja, precies. Ik heb uh, tussendoor nog wedstrijden gespeeld en uh, daar, bleef ik, daar ben ik bij gebleven. En dat hoop ik nu ook te continueren. Dus uh, dat gaat allemaal weer door. Ja. Ja. Want uh, nu ben je dus bij FC Dordrecht. Uh, wat verwacht jij van die tweede seizoen? Zelf, ja, jullie moeten de play-offs proberen te halen. Uh, als je zo de jongens meemaakt, denk je dat het haalbaar is? Nou ja, uh, ik heb het ook een beetje gevolgd uh, van de afstand. En uh, in eerste instantie zie een hele jonge, jonge groep. Maar aan de andere kant wel heel, heel veel potentie en uh, heel veel talent. En dat moet je een beetje gaan zien te combineren straks tijdens wedstrijden. En, uh, uh, moet proberen dan ja, weet je, een balans zien te vinden tussen uh, heel veel talent en, uh, en dan wedstrijden zien te winnen. En ik denk dat we nu, ja, nu staan we op playoff plekken en uh, moeten gewoon proberen om daar einde van het seizoen om, ja, om de playoffs te halen. Dat is, daarvoor ben ik ook uh, gekomen. En ja. ik wil dat ook, uh, ja, dat is ook mijn doelstelling om dat te halen met Dordrecht.